Yo kijkers van Blanco Gamers en welkom bij deze video. Je zou denken, Nick, what the fuck, wat is dit? Ja, ik moet het even zo snel doen, want zoals je misschien weet, die video van de eindejaars top 5 dingen, die was niet goed gerenderd blijkbaar. Hij wil nog steeds niet goed renderen, dus ik denk, ik doe het even zo. De winnaar van 1 bril is onbelangrijk. Die had een naam gestuurd met onbelangrijk en hij had in zijn top 5 had hij South Park, The Stick of the Truth op 5, Call of Duty Advanced Warfare op 4, Destiny op 3, Halo Anniversary op 2 en GTA 5 op 1. Dus wij sturen jou een mailtje terug dat jij hebt gewonnen. En de andere winnaar van de zonnebril, van de mooie pixelbril, weet je wel, is geworden Mats Bauer. Maar zeg ik het goed, ja, Mats Bauer, die heeft ook gewoon, hij had het nummer 1, alleen wacht, dan moet ik natuurlijk wel bij nummer 5 beginnen. Hij had het nummer 5, Shadows of Mordor staan, South Park, Silk of the Truth op 4, The Wolf Among Us op 3, GTA 5 op 2 en Far Cry 4 op 1. En ja, dat is dus de winnaar van de bril en dan hebben we natuurlijk het grote MSI pakket nog. En die is gewonnen door Jair Potje. Daar gaan we binnenkort waarschijnlijk even langs. Want hij woont hier in de buurt. Dus dat is natuurlijk mooi gunstig meegenomen. Het is allemaal random gekozen qua prijsvragen dingen. Dus hij wint het MSI pakket. Die gaan we waarschijnlijk langsbrengen. En anders, ja, komt hij het maar ophalen. Nee, grapje. Dus mensen, jullie zien jullie zonnebrillen. Je MSI pakket zie je verschijnen. En ik hoop dat ik de video nog online krijg. Ik ga er van alles aan proberen om de bestanden nog goed te krijgen. Maar dat zullen we zien, jongens. Hey, mensen. Laat het.